We staan eerste met 7 punten. Bayern met 6 punten staat achter ons. Atletico Madrid 4 punten en Rostov nog geen 1 punt. Alles staat dicht bij elkaar, dus we hebben nog sowieso een overwinning tegen Bayern of Atletico nodig. Je moet het zo zien, Rostov blijft achter op dit moment. Wellicht dat dat zo blijft. Dan gaat het tussen 3 teams. Dan is het leuk dat wij op 7 staan, Bayern op 6 en Atletico op 4. Maar dan heb je Bayern nog en Atletico nog. Rostov op het einde, dat is op zich wel fijn. Zonder dat ik zeg dat het een makkelijke wedstrijd gaat worden. Maar daar ben je eigenlijk wel verplicht om je punten tegen te pakken. Dan wordt deze wel heel belangrijk. Of de volgende tegen Atletico. Dus vandaar dat het besef bij ons als staf, maar ook zeker bij de spelers aanwezig is, dat we vandaag echt hele goede zaken kunnen doen als wij weer een resultaat kunnen pakken. Tot dusverre verloopt het avontuur van PSV in de Youth League dus zeer voortvarend. 6 weken terug eindigt het eerste duel op de hertgang tegen Atletico Madrid in 0-0. Waarna in Zuidwest-Rusland een klinkende 6-0 overwinning volgde op de leeftijdsgenoten van FC Rostov. En 2 weken terug nog werd er in München gewonnen van FC Bayern. Doelpunten toen van Sam Lammers en Dirk Abels. Eenvoudig wil ik het niet noemen, het was een zwaar bevochten wedstrijd, maar zeker als je op terugkijkt, dan mogen we zeker trots op onszelf zijn. En we moeten het nu gewoon nog een keer doen. Die wedstrijd hebben we meegenomen in de voorbeschouwing hier naartoe. Maar is een andere wedstrijd, is een wedstrijd op zich. Het moet weer opnieuw vandaag. Bayern is natuurlijk ook een heel sterk team. Maar ik denk dat we in München ook hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen tegen ook Duitse clubs. Dus ik denk niet dat we bang of zo moeten hebben. Maar we mogen ze niet onderschatten. Iedereen denkt, oh, Bayern, grote club en dan PSV. Maar dan hebben we toch laten zien dat naam maakt niet uit. De wedstrijd moet altijd gespeeld worden. Als we winnen, dan kun je al bijna wel stellen dat we door zijn naar de volgende ronde. En in ieder geval vind ik dat we geen punten mogen verliezen. We doen het goed, we zijn op koers en het is zaak om wedstrijd tot wedstrijd te bekijken. Ja, Bayern is vanmiddag eentje die we kunnen winnen. En als we dat doen, dan hebben we het inderdaad volledig in eigen hand en dan zijn we een stap richting overwinteren. Lammers scoorde in Duitsland al met een afstandsschot. En nu ook de eerste doelpoging van PSV. Gepakt door doelman Vruchtel. De eerste helft speelden we niet heel goed. Maar creëren we toch wel een aantal kansen. Waarvan 2-3 toch erin moeten. Tante Rigo en die denkt van kom, laten we het doelman Vruchtel op de proef stellen. En daar is de rebound voor Pirou en die had er natuurlijk in gemoeten. Ik vond ons met vlagen goed spelen. Ik heb ook momenten en delen van de wedstrijd gezien waar ik niet zo tevreden over was. Maar goed, misschien dat we de lat ook wel af en toe iets te hoog leggen. We spelen tegen echt een goede tegenstander en misschien dat we af en toe wat verwend zijn. En Nico zag daar Pirou en dan wordt er foutief teruggededen door de Duitsers. Die dan vervolgens via Marco Friedel een eigen doelpunt maken. We hadden een eerder met 1-0 voor moeten komen. Ik denk dat die wedstrijd dan misschien wat makkelijker gaat worden. In de eerste helft denk ik dat we op geen enkel moment in de problemen zijn geweest. De tweede helft, ja. Dan weet je dat het moeilijk gaat worden omdat zij hoog druk gaan zetten. 1-0 achter, dan moet zij ook iets gaan doen. We hebben inderdaad in de rust aangegeven, Bayern zal iets moeten. Dus blijf compact, daar hadden we moeite mee. De druk was niet goed die we gaven. Ja, hij zei tegen mij dat ik op het middenveld zou moeten blijven. En dat de voorste drie het moeten oplossen. En uiteindelijk had ik ook wel het idee dat we toen iets meer grip kregen. En wat we ook hadden aangegeven in de rust is, ben geduldig, want we krijgen de mogelijkheden om te gaan scoren.
Nou ja, dan was het doelpunt wat we maakten natuurlijk niet zo'n omschakelmoment. Vervelende goal. Ja, geweldig. Ik bedoel, ik zeg al, op het juiste moment, op de juiste plaats. Ja, dan is dat wel aan Matthias besteed. Die komen de hoekschop. En het schot, oh, een mooie goal. Ja, ik raak hem perfect en vliegt de lange hoek in. Hij heeft ook wel een extreem goede trap hoor, maar ik zeg al, als hij dat nou straks nog 10 keer gaat doen, dan denk ik niet dat er nog eentje invalt zoals deze. Ik dacht eerst van, zal ik hem aannemen, want hij was vrij hoog, maar ik denk ja, ik schiet hem in één keer en hij gaat er mooi in. Zo'n goal maak je niet elke week, dus ja, hij is speciaal. En belangrijk voor het team, we stonden de tweede helft heel erg onder druk. Dus als je dan zo'n goal kan maken, ja, dat is alleen maar goed. Die goal die hielp ons natuurlijk wel, want daarmee kregen we ook wel iets meer rust. En daarmee kregen we ook wel iets meer controle en knakte er uiteindelijk bij Bayern ook wel iets. En dat zag je ook wel, want het werd eigenlijk alleen maar geïrriteerder en het werd vragen om van alles. En de trainers die daar ook in meedoen. Ja goed, uiteindelijk vind ik dat we daar ook ons hoofd redelijk cool hebben gehouden en professioneel die wedstrijd hebben uitgespeeld. Dat is misschien ook wel het grootste compliment wat je kunt krijgen dan. Ja, dat klopt. Nou, dat was de vorige wedstrijd ook al aan het einde, dat we dat compliment kregen. Ja, klopt. Ja, goed. De complimenten zijn uiteindelijk dat wij een goede wedstrijd spelen op een hoog niveau met een goed resultaat. Lammers. Tegen Doelman Vruchtelaan. Dankzij de eigen goal van Friedel. En de schitterende knal van hem, van Matthias Verret. Wint PSV onder 19 met 2-0 van Bayern München. Wat voor gevoel ga je nu richting die wedstrijd tegen Atletico? Gewoon hetzelfde. Heel makkelijk. Iedere wedstrijd staat op zich. We willen ook iedere wedstrijd winnen. Wij zullen daar dus ook niet ingetogen naartoe gaan of berekenend. We gaan daar gewoon ons eigen spel weer spelen. En ik denk dat dat gewoon onze beste ligt. Dus ja, gewoon op weer naar een hele leuke nieuwe uitdaging uit tegen Atletico. We moeten daar gewoon onze wedstrijd spelen zoals we hier gedaan hebben en de afgelopen 3 wedstrijden. En dan komen we er wel.